Laat ik het nog breder zeggen dan ten aanzien van al die lui die zeggen dat ik bang ben. Ja, ik ben bang. Ik ben bang voor het populisme. Het populisme is de grootste bedreiging van de democratie die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft gemanifesteerd. En ik ben ook bang voor een deel van de kiezers die gestuurd worden door, naar mijn idee, eenvoudige, misschien wel begrijpelijke, maar eenvoudige sentimenten. Die in feite niet leiden tot oplossing van de politieke vraagstukken en maatschappelijke vraagstukken waarvoor we staan. Het Verlossum, kunt u mij horen? Waar zullen we mee beginnen? Nou, ik wou beginnen eigenlijk met allerlei dingen die ik lees op het internet. Op Twitter? Op Twitter met name. Dat ik bang zou zijn voor Caroline van der Plas. Wat ik op zichzelf wel een vrij komisch idee vond, natuurlijk. Dat ze hier met een gevaarlijk wapen aan de voordeur zou komen om mij af te gaan tuigen. En ik geef toe, ze maakte een betrekkelijk solide indruk. Dus dat gevecht ga ik zeker verliezen. Maar nogmaals, in persoonlijke zin heb ik helemaal geen problemen met Caroline van der Plas. Laat staan dat ik bang voor haar zou zijn. Maar in die verdachtmaking zit wel een element wat juist is. En dat is natuurlijk het feit dat in de vorm van Caroline van der Plas opnieuw weer eens een populistische held door de media te paard wordt geholpen. En dat zie ik zelf op de lange termijn, als ik ook terugblik naar alle andere populistische helden die door de media te paard zijn geholpen, als een ernstige bedreiging van de parlementaire democratie. Omdat het populisme in essentie een bedreiging is van de parlementaire democratie, want het populisme verlangt naar een plebiscitaire democratie met referenda en gekozen leiders en alle andere poppenkast die bij de plebiscitaire democratie behoort. Dus laten we nou toch nog even de lijst langslopen. En ik hoop daarmee duidelijk te maken dat alle populistische leiders die althans aanvankelijk zo enthousiast zijn begroet door onze media, dat in feite zonder uitzondering populistische kletsmajoors waren die wel een heel simpele kijk aanboden op de problemen waarvoor het land zich zag gesteld. Laten we beginnen met Pim Fortuyn, een notoire fantast. Mag ik iedereen nog eens vragen zijn op zichzelf bijzonder dunne boekje over de islamisering van Nederland te lezen? Mocht u denken dat dat juist is, de daar gegeven analyse, dan moet u zich eens na laten kijken en dan moet u nog eens wat lezen over de Nederlandse samenleving in brede zin. Hoe heet dat boek? Tegen de islamisering van Nederland, van Pim Fortuyn. Okay. Het is een betrekkelijk kort, dun boekje. Ik ken geen andere dunne boekjes waar zoveel lulkoek in staat als in dat boekje. Het probleem met Pim Fortuyn is dat hij een vage messias is geworden in ons verleden en dat niemand de moeite neemt om te lezen wat hij geschreven heeft. Omdat natuurlijk ook de puinhopen van Paars niet waar zijn. Zijn grote statement van het begin van, wat was het, 2002... Dat was het 2002 natuurlijk. Ja, dat is ook vol met allerlei simplistische waarheden waar je niet zo verschrikkelijk veel aan hebt. En mag ik nog eens herinneren aan de fractie die Pim Fortuyn bij elkaar geselecteerd heeft, namelijk de LPF-fractie. Zelden zal een fractie een zo hoog percentage volkomen halve garen hebben bevat als de LPF-fractie. Ik wil nou verder niet persoonlijk worden over som. Er zaten ongetwijfeld 2 of 3 min of meer verstandige mensen in, maar de hele rest was totaal ongeschikt voor het werk waarvoor ze geselecteerd waren, namelijk parlementariër te zijn in Nederland. Want dat betekent dat je dan aanzienlijke verantwoordelijkheid draagt. Nou ja, wat hebben we daarna gekregen? Geert natuurlijk, nog steeds de leider van de op 2 na grootste partij van Nederland, waar je in feite ten aanzien van het beleid in Nederland en de sturing van het beleid en de oplossing van de grote maatschappelijke problemen totaal niets aan hebt. Hij houdt met enige regelmaat zijn vaak verbaal kunstig in elkaar gezette boze riedeltjes. Alles is fout, alles moet weg, enzovoort, enzovoort. Waar we niets aan hebben. Hij heeft 2 jaar gedoogd, zoals je weet. En tenslotte is hij uitgestapt omdat hij geen zin had in het gevoerde beleid. Daar had hij overigens best zin in. Maar dan moet je niet uitstappen. Dan moet je zeggen, dat gaan we anders aanpakken. Niet waar? En ik ben voor deze regering, dat was Rutte 1 natuurlijk, ben ik in feite ook noodzakelijk wil die aan de macht blijven. Nou, daarna hebben we gekregen Rita Verdonk.
mag ik ook hier eens erop wijzen, niet waar, dat ze een mega succes in de media, de meest prominente gast in talkshows gedurende 10 jaar tijd, denk je dat even in. En ook hier weer, jongen, die Rita Verdonk, het was een genie. Ze is ook meerdere malen gekozen tot politicus van het jaar en het bleek niets om het lijf te hebben. Zelfs haar eigen spindokter zei, het was allemaal gebakken lucht. Dat was de partij Ton, trots op Nederland, waarbij ze zich niet hadden gerealiseerd dat de afkorting Ton was. Was dat zij heeft gedurende korte tijd in de peilingen ook op mega hoge staan. Himalaya was het weer, 26 zetels in het parlement. En kijk, wat is er met Rita Verdonk gebeurd, nietwaar? Hopeloos, verschroeid en treurig in de coulissen van het vaderland verdwenen. Ja, ze doen nu achter de schermen bij ministeries advieswerk volgens mij. Ja, ongetwijfeld zal ze advieswerk doen wat goed betaald wordt. Ik twijfel er geen moment aan. Maar we kunnen toch niet beweren dat ze een prominente rol speelt in de oplossing van maatschappelijke problemen in Nederland. 0,0 zou ik zeggen. Wat hebben we na Rita Verdonk gekregen? Thierry Baudet. Ook weer, die Thierry Baudet, wat was dat in genie? De NRC zelf, een beschaafde, liberale, links-liberale krant, vond het allemaal magisch interessant. En wat blijkt uiteindelijk? Dat hij niet goed snik is in allerlei opzichten. Denk aan zijn standpunten over COVID, die ronduit totaal onverantwoordelijk zijn en een bedreiging van de volksgezondheid. Dus het is een diep treurige figuur. Niet waar we niets aan hebben, die in allerlei opzichten ook weer een gevaar is voor de essentie van de parlementaire democratie. Met zijn hele prekerij voor opstand en over het kartel en allerlei andere kletsboek die hij in de loop der jaren heeft gedebiteerd. Je hoort nu weer wat minder van hem. En omdat hij natuurlijk ook weer een beetje bezig is verschroeid in de coulissen te verdwijnen, wat klaarblijkelijk in allerlei opzichten het lot is van populistische leiders, waarvan we eerst denken dat ze de Messias zelf zijn. En verdomd, ze hebben weer een nieuwe Messias gevonden. Nu in de vorm van een substantiële vrouw van middelbare leeftijd, die voor zover ik het kan zien, vooral ten aanzien van de retoriek nogal opportunistisch opereert. Die bovendien 1 zetel in de Kamer heeft. Waarom horen we permanent iets over Caroline van der Plas? Volt heeft 3 zetels in de Kamers. Horen we daar iets over? Niets. Dat is namelijk een normale, verantwoordelijke partij met sympathieke en juiste standpunten. Dus horen we daar, althans op de sociale media, daar gaat het over, niets over. Nu wil ik al die mensen die dit zo prachtig vinden en die voortdurend in feite gecharmeerd zijn van de nieuwe, niet waar, Messias, die ook, ja, het woord Messias is natuurlijk voor een vrouw van middelbare leeftijd die op een paard zit, een vrij rare beschrijving, maar desalniettemin, ik denk wel dat je dat zo kunt doen. En waarom vind ik dat een bedreigend verschijnsel? Omdat overal waar de populisten werkelijk aan de macht komen, ik denk aan Polen, de PiS-partij, ik denk aan de Fidesz-partij in Hongarije, ik denk aan de AK-partij in Turkije, ik denk uiteindelijk aan Poetin in Rusland, overigens allemaal figuren, zoals je weet, die bewonderd worden door onze populisten. Trump? Trump, niet waar, als sluitstuk van deze ongelukkige opsomming, Trump, ook weer iemand, niet waar, een typische populist. Al die partijen, eenmaal aan de macht, zijn begonnen met het uitkleden van de parlementaire democratie, met het afschaffen van de parlementaire democratie, met de introductie van een plebiscitair politiek systeem wat in feite falikant tegen de ware democratie is. Het lijkt democratisch, maar het is het niet. Het is altijd de onderdrukking van een minderheid. Soms zelfs de onderdrukking van een meerderheid, omdat ze de systemen zo veranderen dat een minderheid in feite op illegitieme wijze aan de macht kan blijven. Dat is de reden dat ik bang ben voor Caroline van der Plas, de zoveelste held van populistisch rechts. En ik vertrouw populistisch rechtspolitiek voor geen cent. Ik ben ervan overtuigd dat ze ooit, als ze ooit in Nederland aan de macht zouden komen, dan is dat het einde van onze parlementaire democratie. En dan zullen we verschrikkelijke spijt hebben, nietwaar, dat we dat hebben laten gebeuren. Overigens ben ik daar niet zo bang voor.
We hebben een systeem wat het heel lastig maakt om voor deze lieden om, laten we zeggen, werkelijk aan de politieke macht te komen. En daarmee de parlementaire democratie af te breken. Dus ben ik bang voor Caroline van der Plas? Nou, persoonlijk helemaal niet. Nogmaals, dat is ieder lachwekkend, niet waar, die suggestie. Ben ik bang voor Caroline van der Plas als symbool van de zoveelste, niet waar, populistische messias die te paard wordt geheven door onze media, die gek zijn op al deze troublemakers? Ja, daar ben ik, dat vind ik een beangstigend verschijnsel. Ja, wat maakt haar rechtspopulistisch in haar opvattingen? Nou, dat ze natuurlijk op het punt van de agrarische politiek of van de aanpak van de problemen van de intensieve landbouw, of je zou nog beter kunnen zeggen de industriële landbouw in Nederland, van mening is dat niet juist is. En dat die boeren een essentiële rol spelen in de voeding van het vaderland. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Sterker nog, ik ben er absoluut van overtuigd dat de agrarische sector dit gevecht zal verliezen. Omdat tenslotte bij een meerderheid, volgens mij is dat al het geval, maar de meerderheid is ook een beetje bang om de zaken serieus aan te pakken, dat de meerderheid zich zal realiseren dat we niet met deze vorm van intensieve landbouw op deze schaal door kunnen gaan als we andere problemen althans op willen lossen. Als je zegt, stik de moord met je stikstof, ja, dan is het niet zo'n probleem. Maar goed, dan zullen we in principe uit de EU moeten treden, want we hebben in dat verband allerlei overeenkomsten getekend en beloofd uit te voeren. En die maken dat noodzakelijk. Dat is nog een laatste punt wat ik wil zeggen over onze populisten. Dat ze vrijwel zonder uitzondering, ik weet trouwens niet over hoe Caroline van der Plas daarover denkt, maar alle andere populisten hadden als kernprogramma zo snel mogelijk uit de Europese Unie, terug naar de gulden. Misschien nog iets lachwekkender dan het idee zo snel mogelijk uit de Europese Unie. En Nederland totaal afsluiten van alle vormen van immigratie. Dat zijn drie programmapunten die totaal en compleet onuitvoerbaar zijn. Zelfs als deze halve garen ooit aan de macht zouden komen, dan nog, ja, excuus dat ik zeg halve garen. Het zijn lieden die een beleid voorstaan wat naar mijn idee tot heilloze resultaten zou leiden. Maar goed, als ze ooit aan de macht zouden komen, dan zul je zien, ik weet niet of dat gebeurt, maar je zult zien, niet waar, dat ze deze plannen helemaal niet uit kunnen voeren. Nederland gaat niet uit de EU, ook niet als de populisten aan de macht zouden komen. Nederland gaat niet terug naar de gulden, ook als de populisten aan de macht zouden komen. Maar goed, het probleem van de landbouw, dat zal serieus en zeer ingrijpend aangepakt moeten worden. Dat gaat ook in de komende 10, 15 jaar gebeuren. Dan kun je als landbouwsector veel beter zeggen, laten we daaraan constructief meewerken. Hoe kunnen we dat het beste zodanig doen dat we de boerenstand niet op een of andere manier tekort doen, financieel of wat mij betreft sociaal. Maar we zijn er falikant tegen, dat is uiterst onverstandig. En dan staan de tractoren alweer op alle plaatsen, niet waar, waar ze de rest van de bevolking hinderen. Wat ik ook vreemd vind, dat voortdurend klaarblijkelijk getolereerd wordt. Ja. Als ik de A2 afsluit, dan word ik opgepakt en dan haak ik 3 weken achter de tralies. Ja, maar er zijn toch veel agrariërs die zich kunnen vinden volgens mij in haar standpunten. Zeker. Ja, nee, dat is soms zonder meer. Er is natuurlijk de agrarische sector sterk geradicaliseerd geraakt. Er zijn toch veel mensen in Nederland? Nee, dat zijn helemaal niet zoveel mensen in Nederland. Nee, ik denk dat mensen die professioneel in de agrarische industrie werkzaam zijn, dat zal niet veel meer zijn dan 3% van de bevolking, als het dat al is. Dit is in die zin een heel efficiënte sector. Het belang van de agrarische sector wordt schromelijk overschat. Maar het is een enorm sterke lobby. Die is heel goed georganiseerd. En ze weten dus op een hele handige manier te demonstreren met die reuzentractoren die ze sinds enige tijd hebben. Ja. Waar ze veel te hard mee mogen rijden op de openbare weg. Maar waar komen die mensen die nu bij die BBB zitten, van welke partij komen die vandaan? Geen idee, maar dat komt uit de populistische. Oké, niet van het CDA? Nou, denk deels van het CDA, omdat je natuurlijk, dat is ook waardoor deze lui ook natuurlijk relatief veel politieke aandacht krijgen. Omdat ze allebei natuurlijk speculeren op de rafelranden van het CDA en de VVD. De VVD heeft natuurlijk ook een rechtervleugel die in allerlei opzichten dit soort van ideeën deelt. En natuurlijk is Rutte doodsbenauwd dat die lui tenslotte weglopen. Omdat een groot deel is al weggelopen.
Ja, wat zal de populistische stem in Nederland, daar hebben we het vaak al over gehad, die is toch tegen de 20% van het electoraat. Ben ik daar bang voor? Ja, daar ben ik bang voor. Zo goed als ik bang ben voor types als Orbán, Kaczynski, Poetin, Erdogan, Donald Trump. Hè? Potverdrie, dat hadden we niet gedacht. Dat in het belangrijkste land ter wereld een volgens complete gek aan de macht zou komen. Hmm. Er zijn mensen die nu in die hele discussie het vergelijk trekken met wat Marcel van Dam ooit bij Fortuyn deed. Ja, Marcel van Dam had heel terecht de kritiek op Fortuyn, maar dat was in die tijd niet welkom. Want Fortuyn was ook de Messias. Daar hebben natuurlijk ook met name heel veel journalisten hebben daar aan meegewerkt. Die dachten ook dat Fortuyn een soort van gezondene was die het vaderland uit de problemen ging redden. Er waren wel problemen, maar die waren niet oplosbaar op de manier waarop Fortuyn dat deed. Nee. Denk aan het enorm simplistische, de puinhopen van Paars. Waar die volkomen willekeurige wijze zegt van nou dit kunnen we zo doen en dat kunnen we zo doen. Want dat is heel karakteristiek voor de populisten. Dat ze altijd hele eenvoudige oplossingen aanbieden voor hele complexe maatschappelijke vraagstukken. Maar Van Dam ging dat toen in het Lagerhuis toch wel met fel in richting Fortuyn. Nou, is daar iets tegen? Dacht je daar soms dat Fortuyn zelf heilig was in de discussie? Integendeel. Dat heeft Rozemuller nog eens heel terecht opgemerkt, dat Fortuyn kennelijk alles mocht, retorisch. Maar als Fortuyn zelf al werd aangevallen, was hij altijd gepikeerd als een klein kind. Ja, maar het werd wel heel persoonlijk, want volgens mij zei hij daar ook iets van, u bent een ja, ik weet niet meer precies hoe hij het zei. Waarschijnlijk hebben, zijn ze niet een fascist of zo, daar ben ik niet voor. Ik ben er niet voor om deze simpele, simpele parallellen met de jaren 30 te trekken. Daar zie ik niks in. Dit zijn in allerlei opzichten nieuwe fenomenen. Ja, maar hij was heel persoonlijk. Ik weet niet meer precies hoe hij het zei, maar mens. Weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja, dat u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Weet u wat u doet met dit debat? Exploiteert om die boekjes, die overigens voor nog voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Beschuldiging. Ja, wat weer zo'n beschuldiging. Met mijn boek, u bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Ja, goed, dat nogmaals, ik zie daar niet de grote problemen niet van in. Ik bedoel, Fortuyn gaf en dan moet Fortuyn ook in principe in staat zijn om te nemen. Ja, ik had nooit bij BBB zo nagedacht van waar op het politieke spectrum moet je die plaatsen. Maar die zit dus echt in tussen de forums. Kijk naar de reacties op de sociale media en dan weet je wel eens een beetje wie haar te paard wensen te helpen. Overigens denk ik ook dat zij, nogmaals, na enige tijd zal ook zij verschroeid en gewond in de coulissen verdwijnen. Zoals dat met al die populistische leiders tot slot het geval is geweest. Ja. Dat denkt ze zelf uiteraard niet. Maar nee, natuurlijk denk ik dat dacht Pim Fortuyn ook niet. En dat dacht Rita Verdonk ook niet. En Geert denkt. Wat Geert denkt, weet ik niet. Geert is intelligent genoeg en heeft genoeg begrip voor de politiek om te begrijpen dat hij natuurlijk zichzelf in een soort van kooi gemanoeuvreerd heeft waar hij feitelijk niet uit kan. Ja. Maar goed, we koersen. De enige echt competente politicus van alle lui die ik genoemd heb, is Geert Wilders. Daar ben ik van overtuigd. En waarom? Niet voor niks, omdat hij, op twee na grootste partij van Nederland. Dat kun je van die andere club niet zeggen. En wat maakt hem dan anders dan die anderen? Dat hij betrekkelijk geraffineerd weet wat hij doet. En waar zijn beperkingen liggen. En tegelijkertijd is hij de gevangene van zijn beperkingen geworden. Ja, maar je bedoelt dat hij het politieke spel snapt? Om te overleven? Ja, hij is iemand die het politieke spel echt prima de luxe snapt. Je zou hoogstens van Caroline van der Plas kunnen zeggen dat zij het mediaspel snapt. Ja, maar dit is een marketingdame. Ja, maar er is een verschil tussen het een en het ander. Er is een groot verschil tussen, laten we zeggen, het mediaspel. Of je het lollig doet in de talkshows. Of dat je daadwerkelijk ook in staat bent om politieke invloed uit te oefenen. Dat is natuurlijk BBB sowieso niet, omdat het is één zetel in het parlement. Dus dat betekent dat je althans voor de komende zittingsperiode, als we geen nieuwe verkiezingen krijgen, niet waar dat je verder niet zo bijster veel in te brengen hebt, behalve in de talkshows. En je zou het toch ook wel moeten, want je kunt natuurlijk een goed politicus. Denk aan de wijze waarop Thierry Baudet jarenlang een goede sier heeft weten te maken met zijn twee parlementszetels. Ja. En hij is ooit begonnen, volgens mij, las ik nog ergens, omdat hij geen geld meer had en niks lukte en hij kreeg geen programma. Nou ja, dat is zijn vaak. Ik wil de historische parallellen die hier nogal voor de hand liggen, die wil ik niet graag geven, want dat zou misleidend zijn. Maar het geeft wel een beetje een komische gedachte. Zijn dit types wat Boer Koekoek ook was?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Al had boer Koekeke een punt wat deze lui in feite niet hebben. Een heel ander punt, namelijk het landbouwschap. En een nogal dictatoriale manier waarop het landbouwschap functioneerde. En ondertussen is onze agrarische industrie een soort van reusachtig gezwel geworden in een land zo klein als Nederland. Daar hebben we het eerder over gehad. 70, we zijn de een na grootste agrarische exporteur ter wereld, waardoor we ook een enorme grote agrarische importeur zijn. Al die beesten moeten wat eten per slotverrekening en dat moet deels van buiten komen. Maar dus dat probleem ligt heel anders. En waarom is die agrarische sector zo groot geworden? Dat is voor een niet onbelangrijk gedeelte overheidsbeleid geweest. En die banken hebben daar van harte aan meegewerkt. Wie dacht je dat al die enorme schuren waar het hele landschap mee vol wordt gezet en die reusachtige trekkers waarmee ze de boel saboteren, wie dat gefinancierd had, dat zijn de banken. Maar wat is het vooral met die trekkers? Die trekkers die zijn hartstikke duur. En die trekkers worden misbruikt voor iets waarvoor trekkers nooit ontworpen zijn, maar waarvoor ze klaarblijkelijk zeer geschikt zijn. Zet 6 trekkers dwars over de A2 en dan zit Nederland in no time, zit het vast. Dat de overheid te lullig is om daar behoorlijk tegen op te treden, dat is vers 2. Ja. Dus laat ik het nog breder zeggen dan ten aanzien van al die lui die zeggen dat ik bang ben. Ja, ik ben bang. Ik ben bang voor het populisme. Het populisme is de grootste bedreiging van de democratie die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft gemanifesteerd. En ik ben ook bang voor een deel van de kiezers die gestuurd worden door, naar mijn idee, eenvoudige, misschien wel begrijpelijke, maar eenvoudige sentimenten. Die in feite niet leiden tot oplossing van de politieke vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken waarvoor we staan. Want de andere kant van de zaak is natuurlijk dat onze overheid in de afgelopen 10, 20 jaar op allerlei terreinen fundamenteel tekortgeschoten is. Hmm. En dat we bovendien zitten natuurlijk met een tragicomische vertoning, namelijk dat de bezittende partijen niet in staat zijn om een redelijk kabinet bij elkaar te timmeren. Wat natuurlijk diep treurig en zal het vertrouwen van de kiezers in het systeem bepaald geen goed doen. En in die zin vind ik dat dus een hele akelige en gruwelijke ontwikkeling. Want hoezo? Nou, dat als je natuurlijk maandenlang treuzelt met het vormen van een kabinet, terwijl duidelijk is dat er inhoudelijk geen grote tegenstellingen liggen, niet waar? Dan moet je je diep schamen, hè, bovendien. Dan misbruik heb je dus het vertrouwen van de kiezers misbruikt. En ben je nog steeds bezig om dat vertrouwen te misbruiken. Maar tegenstellingen tussen wie? Want D66 en VVD zitten redelijk op een lijn. Maar als ChristenUnie erbij komt, dan zie je toch wel duidelijke verschillen. Ja, nou, dat is de reden dat Kaag zegt, ik wil de ChristenUnie er niet meer bij. Dat is blokkade 1. En dan hebben we natuurlijk de blokkade van Wopke, niet waar? Die niet met de twee linkse partijen, die overigens gezegd hebben dat ze zich goed konden vinden in het stuk wat de VVD en D66 hebben gebakken. Maar goed, dan zit de blokkade van Wopke, is dat hij niet met die partijen in zee wil in een kabinet. Ja. Waardoor ik las een heel aardig stuk. Ik meen in de Volkskrant dat het misschien lollig zou zijn als het CDA zelf in oppositie ging. Want dat zou in allerlei opzichten misschien de zaken vlot kunnen trekken. En, andere kwestie die wij natuurlijk heel veel besproken hebben ondertussen. Dat het van Rutte heel verstandig zou zijn geweest. Het moment is voorbij gegaan, jammer genoeg. Om er na 10 jaar mee te stoppen. Omdat Rutte zelf natuurlijk in allerlei opzichten een van de frictiepunten in deze ongelukkige vertoning is geworden. Hmm. Nu zal hij niet gauw zeggen, ik stop ermee. Ook voordat voor zijn partij natuurlijk onacceptabel is. Want ja, het lot van de VVD na het vertrek van Rutte, dat is natuurlijk nog een hele onzekere en mistige zaak. Dat minderheidskabinet, hè? Zie je dat zitten? Ja, dat vind ik een treurige vertoning. Als dat in feite niet dringend noodzakelijk is op inhoudelijke gronden, dan vind ik een minderheidskabinet nergens goed voor. Dat compliceert alleen maar de beleidsvorming. Je zou ook kunnen zeggen, het zorgt ervoor dat je dus iedere keer een nieuwe meerderheid moet zoeken. En dat... Ja, nou, alsof dat zo simpel is. Hè? En dat heeft allerlei vergaande consequenties, ook ten aanzien van de aard van de wetgeving of de aard van de maatregelen die je van plan bent te treffen. Dat je steeds een hele brede... Waarom niet er gewoon meerderheidskabinet? Wat is daar tegen? Ja. Dat is heel goed mogelijk. Want bij dat minderheidskabinet moet je dus ook in de Eerste Kamer gaan onderhandelen. Hè? Want dat levert... Je moet overal en permanent gaan over onderhandelen. Nogmaals, het is een gebaar van armoede en onkunde en incompetentie. Mm. Maar... Laat staan nieuwe verkiezingen. Nou ja, dat zou in principe voor de populisten waarschijnlijk een godsend zijn. Want die kunnen zeggen, moet je eens kijken. Hè? Ze zijn niet in staat om zelfs maar
op redelijke basis een normaal kabinet. Ja. En dan zijn we dus nog veel verder van huis. Maar wat ik denk wat bij die populisten wel het probleem is, er zijn zoveel kleine partijtjes. Ze kunnen, godzijdank, ze kunnen niet echt een vuist meer, maken. Hoe meer ze versplinterd zijn, hoe beter het is. Ja, nou, ik wil net zeggen. En als ze er toch zijn, dan kunnen ze maar beter zo versplinterd mogelijk zijn. Ja. Dus hoe meer nieuwe afsplitsingen we hebben. Die... Ja, ik hoop dat ze nog veel meer afsplitsingen gaan maken. Ja. Mag ik iedereen oproepen om een afsplitsing te gaan maken? He? Ja, ze zijn er goed in op zichzelf. Want je weet, je kunt je, als je met je ogen knippert, hebben ze weer ruzie gekregen intern. En dan vallen ze weer uit elkaar. Ja. He, dat hebben we bij Bijeen gehad. Dat hebben we natuurlijk bij Forum voor Democratie gehad. Dat bestaat, ik weet niet, tegenwoordig uit weet ik hoeveel partijen. Nee, dus het zijn geweldige ruziemakers. Dat komt natuurlijk omdat ze een heel specifiek soort van warhoofd aantrekken. 12 ambachten, 13 ongelukken. Het zijn zelden mensen die, laten we zeggen, competent zijn en begrijpen hoe de parlementaire democratie onvermijdelijkerwijs moet functioneren. Ja. Moet je, als je naar een politicus kijkt, ook kijken naar, zou dit een goede bestuurder zijn? Dat lijkt me wel. In principe zouden ze ook in staat moeten zijn om minister te worden. Het is evident dat een niet onaanzienlijk deel van de Kamerleden absoluut niet in staat is om minister te worden. Ik wijs nog op het feit dat we geloof ik nu, mevrouw Van Ark is er nu ook mee gestopt vanwege pijn in de nek. Het is duidelijk dat een hoop van die lui die we benoemen op die posten, dat die er niet veel van terechtbrengen. Hmm. En al vrij snel vanwege burn-out of incompetentie afgevoerd moeten worden. Maar waar kijk je dan naar als je toetst of iemand in potentie goede bestuurder is? Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Het kan zijn dat iemand van je hele leven hebt gedacht dat het een compleet warhoofd is, dat het een prima bestuurder wordt, dat weet je niet. Of je een goede bestuurder bent, een goede minister, dat blijkt natuurlijk pas als je het doet. Ja. Dat geldt net zo goed voor de politieke leiding. Of je dat goed kan, dat zie je pas als je het doet. Hmm. Heel veel mensen bieden zich, kijk, ook politiek, laat ik dat dan nogmaals zeggen, mensen die het leuk doen in de media, dat heeft niets te betekenen voor beleidsvorming of serieuze wetgevende activiteiten of iets dergelijks. Ja, want ik dat vind, is voornamelijk schone schijn. Ik vind een mooi voorbeeld wel Hoekstra. Volgens mij is dat, los van zijn ideeën, een goed bestuurder. Nou, dat moeten we nog even afwachten, want wat vaak hoor je pas na jaren of iemand een goede minister is geweest, als er memoires worden geschreven, als er diepe reportages worden gemaakt over het hoe en het wat. Mm. Dus dat moeten we nog even afwachten. Vergeet maar, niet, hij komt uit zo'n consultancy. Ja. En dat zijn lui die worden ingeroepen meestal om even te kijken wat er mis is in het bedrijf. En dan schrijven ze een rapportje wat er mis is. En zij zijn nooit de uitvoerder. Zij vertrekken als het rapportje klaar is. Het rapportje is vaak een goede reden om allerlei mensen te ontslaan. En diverse onderdelen van het bedrijf af te stoten enzovoort. Dus daar ben ik niet direct van onder de indruk. Het zijn meer adviesgevers dan bestuurders. Mm. Hmm. Maar bij Hoekstra hebben we niet gehoord tijdens zijn periode dat er iets bestuurlijk mis is. Dat nou, kan er was van alles mis. Ik bedoel, ja, zelfs de verantwoording van het ministerie van Financiën deugde niet. De financiële verantwoording. Dus dat zou ik nou bepaald niet willen zeggen. Oké, maar wie vind je wel een goed bestuurder dan? Ik had altijd de indruk dat Koolmees een prima bestuurder was, omdat hij wist waar hij het over had. Hmm. Omdat hij ook op allerlei topfuncties in het ministerie van Financiën heeft gewerkt. Hmm. Ja. Maar nogmaals, vaak hoor je pas achteraf of iemand een goede bestuurder was. Ja. Ja, want ik vind, dat vraagt een soort soliditeit, rust, competentie. Ja, je bent haast geneigd om te denken, wie was een goede bestuurder? De oude Willem Drees was een goede bestuurder. Daar zijn we het wel allemaal over eens geraakt, historisch gesproken. En hoe deed hij het in die campagnes en die mediadingetjes? Nou, hij was eigenlijk in campagnes vaak radicaler dan je wel zou denken. Hmm. En vergeet niet dat in het zuiden des lands werden de kabels van de microfoons doorgeknipt door de katholieke jeugdbeweging. En waarom was dat? Ja, omdat ze Drees zagen als een gevaarlijke socialistische figuur die de KVP-basis aantastte, wat hij ook in allerlei opzichten deed. De katholieken zijn ze natuurlijk, de confessionelen zijn ze natuurlijk enorm geschrokken in 1956 al, omdat de Partij van Arbeid toen groter werd dan de KVP. Ja. En Piet Hein Donner? Dat weet ik niet precies. Ik dacht wel dat iemand wist wat hij deed, ja. Ja. En Wouter Bos had ik toch ook wel het idee dat hij wist waar hij mee bezig was. Ja, ook wel. Maar ik nogmaals, ik wacht graag het oordeel van de geschiedenis af. Ja.
Even... We dachten ook in de jaren 50 dat Eisenhower een waardeloze druiloor was. Die niet veel beter kon dan een golfballetje in een gaatje in het Oval Office slaan. Mm. En achteraf blijkt dat een vrij competente president te zijn geweest. Dus je... Nogmaals, het historische oordeel wijkt vaak wel wat af van het oordeel van de tijd zelf. Wij zijn erg gericht op publiciteit, wat we dan tegenwoordig op het scherm zien, horen of lezen. Dat zegt vaak niet zo verschrikkelijk veel op lange termijn. Oké. Okay. Wil je nog iets zeggen over de politiek? Of zeg je nou, we kunnen... Nou, we hebben nu wel over de politiek, dacht ik, ruim voldoende gesproken. Het heeft weinig zin dat ik hier achter in de auto nog gezegd dat het tijd wordt voor een nieuw kabinet. Het begint te komen op het niveau. China wordt voor het laatst gewaarschuwd. Hè? Ik had trouwens wel gezien in de data die je uit die podcast kunt halen. Ik vind het altijd wel interessant om te kijken dat Den Haag dus de plek is in Nederland waar de meeste mensen luisteren. En ik heb ook wel eens gehoord van mensen op ministeries dat ze dus het leuk vinden om dit te luisteren. Omdat er dus waarschijnlijk dingen gezegd worden die zij ook vinden, maar vanuit hun functie niet kunnen zeggen. Ja, dat is heel lastig. Dat is het zogenaamde tweede niveau, wat vaak veel beter weet wat er gaande is dan het eerste niveau. Want je moet natuurlijk niet denken, niet waar, dat op een hele reeks van complexe beleidsterreinen iemand als Rutte daadwerkelijk weet wat hij het over heeft. En enkele maal zal hij zich moeten verdiepen in als er een crisis ontstaat. Maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid, waarbij ik altijd denk aan de CIA, waarvan de directeur, namelijk meneer Tenet, zei, dat die weapons of mass destruction, dat was een slam dunk in Irak. En dan moest het tweede niveau van de CIA lekte naar de pers. Dat geloven wij helemaal niet. Dat is zeer onzeker. Als er iets zeker is, dan is het dat het niet zeker is. Ja, dat is dan het lot van het tweede niveau. En waarschijnlijk zijn ze in Nederland te fatsoenlijk op het tweede niveau om te laten weten, jongens, dit is echt helemaal verkeerd wat we hier doen. Mooi, heet dat echt het tweede niveau? Is dat, dat weet ik niet, dat verzin ik nu net, maar je begrijpt wie dat zijn, namelijk de lui die onder de top zitten. Ja. Die natuurlijk vaak ook niet politiek benoemd zijn in Amerika, zijn dat de top is in Amerika altijd politiek benoemd. Ja, zeker lekker ze weer, vooral als er natuurlijk dingen gebeuren waarvan ze weten dat het levensgevaarlijk onzin is in het geval van de weapons of mass destruction, dachten zij dat het nog iets zou helpen. Ja. Er zijn er ook bij die verschrikkelijke spijt hadden dat ze niet nog openlijker hadden gezegd, niet waar, wat een gruwelijke, levensgevaarlijke leugencampagne dat eigenlijk was, wat die Cheney en Rumsfeld en Bush op touw hadden gezet. Ja. Is er iemand die wil weten of je de Slag om de Schelde hebt gezien? Nee. Die Stirlings. Nee, ik ga eigenlijk nooit naar de bioscoop. Maar wordt die ook uitgezonden op de... Volgens mij is die op tv geweest. De Twitterdiensten, hoe heet dat nou? Op de streamingdiensten. Netflix en zo, ja. Ja, kijk, ik ben zo geobsedeerd geraakt door Twitter, dat ik nu al deze brave Netflixers... Ja, nee, ik ben ook niet zo... Ik geef toe dat The Longest Day een van mijn favoriete films is. Heb je hem gevonden op Prime? Nee, ik heb het nog niet. Ik zal het, als dat zo is, moet ik er vanavond even naar kijken. Er hebben heel veel mensen gezegd, daar staat hij. Ja, nou, volgens mij is dat, voor als je die oorlogsfilm hebt gezien, dat is eigenlijk altijd wel afdoende. Ja. Lees dan bovendien nog, hoe heet het, Grossman over Stalingrad en dan heb je je portie volledig gehad. Mag ik ook alle leiders van de wereld vanuit achter sprekend een autootje in een hele rustige straat, in een rustige stad, in een rustig land... Niet waar, waar godzijdank de populisten nog niet aan de macht zijn en hopelijk ook nooit zullen komen, mag ik de wereld eens oproepen. Oorlog is altijd erger dan alle andere alternatieven die er zijn. Behalve in die gevallen waar dat niet zo is. De Slag om de Schelde is volgens mij die film waar de minister van Defensie naar zat te kijken. Toen ze, en dan had ze getwitterd en op dat moment was in Kabul... De Slag om de Schelde is noodzakelijk geworden door een kapitale beoordelingsfout van Montgomery. Als je wil, dan wil ik er nog wel eens op ingaan. Maar dan moeten we natuurlijk de hele operatie Market Garden uit de doeken doen. Ja, dus dat is niet om even een paar zinnen te doen nu? Nee, daar moeten we dan wel een half uurtje minimaal aan besteden, okay. Dan moeten we die even op ons lijstje zetten, denk ik. Market Garden, oké. Ik heb er een boekje over geschreven, dus allee. Ik weet er ook wel iets van. Er was nog één vraag over Biden. Tweeledig eigenlijk. Eén meneer Chris die zei van, als jullie dan mensen uitnodigen om kritiek te uiten en ze doen dat met name toen, dan moeten jullie het niet weglachen. Schijnbaar hadden we dat vorige week gedaan met meneer Staat. Die zei dat jij altijd negatief bent over Trump en positief over Biden. Nou, toen... Ten eerste is daar vrij goede redenen voor. Ja. Dat is punt één. En punt twee ben ik niet in alle opzichten lovend over Joe Biden geweest. Omdat, nogmaals, sorry dat ik het weer moet zeggen. Ja...
De meeste mensen hebben geen geheugen. Ik weet niet precies wat ze daarmee doen. Of dat uitgeschakeld wordt al als ze jong zijn. Of dat het beschadigd raakt op de middelbare school. Maar ja, ik zou zeggen, als u dan kritiek op mij heeft, doe dan ook de moeite om te kijken wat ik gezegd en met name ook geschreven heb in de afgelopen jaren. Zou dat niet fair zijn als u komt met uw kritiek? Ik heb kritiek op Pim Fortuyn op basis van de lezing van wat hij geschreven heeft. Ja. En ik zie nog even af van zijn komische optredens in de talkshows. Ja. Maar ik vond ook wel dat we daar redelijk beargumenteerd op hadden gereageerd. Maar Chris vond dat niet. En hij zei, jullie moeten maar eens luisteren naar hoe Bernard Hammelburg dat doet in zijn podcast. Hoe kritisch de vragen ook zijn, ze respecteren iedere mening. Maar, nou ja, ik vind Bernard Hammelburg een prima figuur. Heel aardige man zonder meer. Ja, hij is wel, zit wel een beetje anders in elkaar dan ik. Wat is, ik ken hem van BNR. Niet persoonlijk, maar ik weet dat hij... Ja, hij is heel tolerant en een beetje afstandelijk. En hij heeft geen uitgesproken politieke standpunten. Het is meer beschouwend. Ja, terwijl ik heb een vrij uitgesproken en goed beargumenteerd politiek standpunt. Ja. Maar hij doet ook toch wel achter de... Want dan zit hij weer in New York. En hij doet samen met Jan doet hij die podcast. Hè, met, het is Jan? Jan, ik wens zijn achternaam. Jan Posma. Zij doen samen een podcast. Ja, ik spijt me ontzettend voor de luisteraars aan deze podcast. Maar als ik naar alle andere podcasts moet luisteren om daar te leren hoe ik een podcast moet maken. Ja, dan ben ik bang dat we tijdelijk stop moeten zeggen. En dat we misschien over een jaar of drie kunnen we dan na dat allemaal geleerd te hebben doorgaan. Ja. Ja, het ging ook meer om hoe zij met... Ik heb het ook niet gehoord, maar hoe ze met de kritiek daar omgaan. Maar Bernard Hammelburg doet ook achter de schermen iets... Die is ook bij... Ik kan je verzekeren dat na enkele decennia in de openbaarheid... met meningen in de openbaarheid... dat je het over het algemeen eigenlijk nooit goed doet voor iedereen. Daar moet je bij neerleggen. Ja, eens. Je hebt mensen die het leuk vinden en je hebt mensen die ook gruwelijk de pest aan je hebben. Ja. En die zijn nooit te moe om nog eens duidelijk te maken waarom ze zo gruwelijk te pesten zijn. Ja, maar wat me wel opvalt is als je in het echt tegenkomt, zijn ze altijd heel mild. Ja, ja, dat geldt ook voor Zini Özdil die dat stukje in het Elsevier's Weekblad heeft geschreven. Dat toen hij in De Slimste Mens zat, was hij zo beleefd en aardig en leuk en gezellig. En, maar goed, nu, jaren en jaren later, vindt hij dit een goede reden om... Ja. Meedogenloos af te rekenen met deze linkse clown. Maar Peter R. de Vries heeft dat een keer heel mooi in een filmpje laten zien. Toen ook, hij zocht de mensen op die kritiek op hem hadden. En dan stond hij voor ze en die mensen klapten helemaal dicht. Wisten niet meer wat ze moesten zeggen. Nee, ik heb ook nog eens aan zo'n soort radioprogramma meegewerkt. En dat werkt ongeveer zo. Ja, maar dat is toch wel... Dat komt omdat die mensen zitten achter hun typemachine of hun toetsenbordje. En dan zijn ze hartstikke boos. Ja, dat is natuurlijk bij de moderne meningsvorming 24/7 op al die media, daar zit natuurlijk nauwelijks een rem op. Hè? Dus je lult maar een eind weg. Ja. Die tweede deel van die vraag was het stuk uit de New York Times over Biden en de evacuatie uit Kabul. Biden die had gezegd buitengewoon succes, maar de New York Times heeft gesproken met militaire officieren in Doha, Qatar. En die hebben een situatierapport opgesteld waar in ieder geval staat dat het een grote ramp is. En de situatie is steeds slechter. 15.000 Afghaanse vluchtelingen, mensen die zwanger waren, die geen hulp kregen. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, het verdient niet de schoonheidsprijs over. Dat is wel duidelijk. Nogmaals, dat hebben we ook allemaal uitgebreid geconstateerd. Ja. Ze zijn natuurlijk uiteindelijk enorm verrast over de snelheid waarmee de Taliban in Kabul verschenen. Ja. De Amerikanen hebben bij mijn weten 130.000 mensen eruit gehaald. Ja. Nou is er ook nog eventjes doorgaand op waar we het eerder over hadden. Hè, dat je dus, wij zouden elkaar, als wij werken bij elkaar, niet mogen vragen of we gevaccineerd zijn. Maar er is nu een bestuurder van het ziekenhuis in Arnhem, Hans Scho, die gaat in ieder geval nu het kabinet vragen om het wettelijk mogelijk te maken om het personeel wel te vragen naar de vaccinatiestatus. Ik ben al tijdenlang een warm voorstander van een vaccinatiebewijs. Als jij je niet wil laten vaccineren, vind ik dat prima. Maar dat betekent wel dat je nergens naar binnen kunt. Nee. Bedrijven gaan natuurlijk ook een vaccinatie-eis stellen. Als jij een pakketje aan de deur krijgt, vind je het toch ook wel vrij prettig dat je niet een superspreader aan de deur krijgt. Nee. Hè? Dus ja, daar zullen ook eisen aan worden gesteld. Ja. En dat geldt natuurlijk, dat geldt in hoge mate natuurlijk voor toegang tot theaters en het nachtleven enzovoort.
zorg dat je gevaccineerd bent. Zo niet, ja, dan maar jammer genoeg niet naar het theater gaan, naar het nachtleven. Ja, deze man spreekt. Misschien kunnen we een heel apart nachtleven organiseren op Urk. Waarbij geen enkele vorm van eis wordt gesteld, waar iedereen kan komen, liefst niet gevaccineerd. Dat je daar een bewijs moet laten zien dat je niet gevaccineerd bent. Dat je een teststraat in de fik hebt gestoken. Hè? Dat je een held bent van het coronaverzet. Ja. Het is de corona ondergrondse. Ja. Dat brengt mensen niet op ideeën. Ja, zeker. Nou, dat hoeft echt niet, hoor. Dat hoef je echt niet te doen. Ja, dit is natuurlijk een man in een ziekenhuis met kwetsbare afdeling. Ja, het spreekt zo voor zichzelf dat je eigenlijk niet begrijpt dat zoiets nog gezegd moet worden. Ja. Ja. Dat is voor mij volkomen duister. Ja. Ik ben bereid, het is nou voor dat cameraatje om elke keer als we hier zitten, om dat gele boekje te laten zien, niet waarin vermeld wordt dat ik... Ik heb een geel boekje en er staat ook in dat ik 2 maal gevaccineerd ben. Ik moet je zeggen, ik stond erbij terwijl die man het invulde en ik dacht, nou, daar kan ik ook. Hè? Hij heeft er wel een stempeltje in gezet, GGD Utrecht, en ze noteren het badge-nummer van het vaccin, in dit geval natuurlijk Pfizer. Maar ik dacht, dat kan ik moeiteloos vervalsen. Maar je moet de QR-code hebben. Ik roep het coronaverzet. Nou nee, laat ik dat maar niet doen. Nee. De oncologieafdeling, infectieziekteafdeling, nierdialyse en intensive care. Daar zou hij met name van willen dat het personeel... Nee, ik zou zeggen, het spreekt zo voor zichzelf dat het raar is dat hij dat nog moet, dat hij daar toch naartoe nog toestemming moet vragen. Ze hadden jou nog over leaseplan gevraagd ook, hè? Van leaseplan. Ja, over leaseplan. Die wilde ook het personeel vragen over de vaccinatie. Ja, volkomen terecht natuurlijk. Ja, ik zag in Metro stond een stukje. Ja, precies, ja. Dat had mijn voormalige eindredacteur. Laurens had dat stukje gebakken, ja. Ja, ja. Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Nou, en als de minister niet over de brug komt, dan gaan ze naar een rechter toe om daar eens te vragen of dat kan in ieder geval. Ja, ik vind de hele discussie volkomen geschift. Er zijn in Nederland 1,8 miljoen mensen niet gevaccineerd. Die moeten gewoon zorgen, mits dat het kan zijn onderliggend lijden, problemen met je immuunsysteem enzovoort, maar die mensen die kwesties niet hebben, dienen of gevaccineerd te worden, of niet te ouwe horen als ze verplicht zijn om thuis te blijven. Nou, wat vind je zwaarder wegen, het recht op privacy of het risico dat je kwetsbare groepen... Nou natuurlijk, dat laatste, dat weegt zwaarder. Ik heb het al vergeleken, je mag toch ook geen 180 op de A2 rijden? Nee. Waarom is dat? Omdat als je dat doet, dat vind jij misschien verschrikkelijk leuk in je geweldig dure auto, maar daarmee breng je andere mensen in gevaar. Ja. Kijk, vrijheid is allemaal, dat is allemaal heel aardig, maar die vrijheid moet niet ten koste gaan van de vrijheid van anderen. Hmm. En dat speelt hier een heel belangrijke rol. En er zijn ook mensen die zeggen nog van, ja, als je binnenkort weer jarig bent, dan ga je waarschijnlijk, heb je al eerder verteld, boeken. Boeken wil je, hè? Je geeft elkaar boeken, dus mensen vragen ook welke boeken je op je verlanglijstje hebt. Mensen willen steeds weten welke boeken je leest. Dat komt steeds. Ik zal een hele lijst maken. Ik neem een tijdelijk abonnementje op Foreign Affairs. Heel serieus blad, ook helemaal niet linksig of zo. Totaal, ja, je moet het tegenwoordig altijd waarschuwen voor dit soort van dingen. En dat staat vol met prachtige artikelen. Het meest recente nummer is Who Won the War on Terrorism. Een mooi plaatje voorop en zo. Ik kan het warm aanbevelen. Ik zal een lijst maken van wat ik recent gelezen heb. Of iedere keer misschien maar een... Mijn lijst is wel eentonig in die zin dat ik werk natuurlijk aan dat boekje over de eerste 20 jaar van deze eeuw. En dat betekent natuurlijk dat ik me steeds moet verdiepen in 9/11 in Irak en Afghanistan. En natuurlijk ook in China. Ik wil ook nog wel eens uitleggen hoe China erin geslaagd is om zo ongelooflijk razendsnel, niet waar, zich te ontwikkelen van een straatarm derde wereldland tot waarschijnlijk toch wel de grootste economie ter wereld. Ja, dat gaan we doen, hè? Staat op het lijstje. Wat we al niet gaan doen. Het is ongelooflijk. Ja. Hè? Ja. En dan moeten we ook nog bij Bernard Hammelburg gaan leren hoe we de podcast moeten maken. Hoe we een beschaafde, beetje oude mannige toon erin kunnen krijgen. Hè? Dat is gewoon mijn grote gebrek, is mijn gebrek aan beschaving. Dat ik denk dat het is. Hè? Dat je al heel gauw zegt, wat is dat voor een kutstukje? Of nou ja, dat zegt Bernard niet. Nee, maar ik vind Bernard een schat van een man. Dat ik ga alle podcasts nu bestuderen, want wat zijn de beste podcasts van dit moment? Van Bernard? Is nee, specifiek? Sowieso. Top 5. Oh ja, dan eens even denken. Wat staat er? Marc Marie, die staat heel hoog. Ah, is dat wat?
Is dat een beetje interessant? Mark, Marie en Aaf, die gaan in iedere, in iedere podcast gaan ze een thema pakken ze dan. Bijvoorbeeld opa's en oma's. En dan gaan ze daarover hebben. Opa's en oma's, nou, ik ben graag bereid om... dan, iedereen zegt dat ik zo negatief ben en akelig en cynisch en zo. Als er nou iemand genoten heeft van zijn opa's en oma's, dan ben ik het wel. Ik heb fantastische opa's en oma's gehad. Echt geweldig. Mijn opa had toen ik jong was, had hij de meest fantastische glanzende Amerikaanse auto's met een chauffeur. En dan ging ik met mijn oma taartjes eten en ze waren warm, ze deden alles voor je. Ik ben wel de oudste kleinzoon, misschien dat dat ook een rol heeft gespeeld. Ik heb vrijwel al mijn tentamens voorbereid bij mijn opa's en oma's thuis. Ik was dol op mijn grootouders. Ik heb ontzettend veel gehad aan mijn grootouders. Kijk, dat hadden de luisteraars niet verwacht, hè? Dan wil ik Jan Malburg nog wel eens horen zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor hem alleen op de radio. Als ik in de auto zit en BNR-baan staan, dan is hij daar de duider. Die ik heb één keer rond Trump heb ik geluisterd. Toen zat hij in New York en die Jan Postma, die zat in Washington of andersom, zoiets was het. En hier staat nog meer Arteun en Gijs. Die staan ook in... Gijs ken jij, want dat is Gijs Groenteman. Ja, daar heb ik toen ook nog een keer in die kast. Toen was het ook weer. Hij zat in een kast. Maar dat is weer een aparte podcast. Hij doet ook met Teun van de Keuken. Ken ik niet. Ik moet zeggen dat ik Gijs een alleraardigste jongen vond. Ja. Ik heb een boek cadeau van hem gekregen waar ik veel van geprofiteerd heb. Toen bij die opname? Ja. Hoe de Beatles hun muziek, hun nummers maakten. Oh, dat is een leuk cadeau wel. Ja, geweldig, omdat dat het totaal anders is dan je denkt. Het is veel toevalliger en rommeliger. En nou ja, dat je denkt, ja, dit is zoals creativiteit werkt. Vaak op zo'n knullige weg. Als we, laten we zeggen, via drie banden bij wijze van spreken. De een zegt van, nou, dit is misschien leuk, da-da-da-da-da. Nou, dan doen we het. Nou, echt. Kan het iedereen warm aanbevelen. Leuk boek. Maar wel leuk dat hij dat dan ook meeneemt bij die opname. Ja, hij zegt, ik stuur het je toe. En dat heeft hij gedaan. Leuk. Ja. En hij maar doet dus, want zijn vrouw is dat volgens mij, Aaf Brandkostjes. Ja. Die doet weer met Mark Marie die podcast. Jongen, dit is echt wat je noemt een podcastgezin. Ja, of incest. Zijn kinderen ook al gevraagd met om een podcast te maken? Dat weet ik niet. Hij heeft twee kinderen volgens mij, hebben ze. Maar nou, die kunnen samen waarschijnlijk hele leuke podcast maken. En dan staan wij ook wij staan bij BNR, staan wij in de top 20 op 1. Dus er wordt, zo, bij BNR? Ja, die hebben de podcast top 20. En dat doen ze dus iedere week op vrijdag zenden ze dat tussen 6:30 en 7:00 uit. En dan doen ze fragmentjes halen ze uit. Dus je bent iedere week op BNR te horen. Zo, jongen, dat had ik toch ook niet gedacht. Ja. Ik ben er wel eens opgetreden, maar eigenlijk alleen over auto's. Ja, de auto's moeten ook nog komen natuurlijk. Ja, ik heb de VDL en dingen heb ik gestuurd. Dus we moeten even op reactie wachten. Oké, dan ik denk volgende week spreken we weer af ergens, hè? Ja. Ja. Ja, god, het is volgende week natuurlijk 9/11. Dat is zaterdag. Ja, daarom. Nou goed, mochten er nog vragen zijn, dan ben ik graag bereid om die te beantwoorden. Misschien zijn er mensen die in het complot geloven dat die dingen opgeblazen zijn. Dat die vliegtuigen radiografisch bestuurd werden door de kinderen van Dick Cheney. Ja, nou, die heeft alleen een dochter geloof ik. Maar goed, wie weet. Nee. Dan wil ik die Jan Malburg nog wel eens horen zeggen.